Welkom allemaal bij deze nieuwe YouTube-clip. Het is vandaag 6 mei 2022. Precies 20 jaar geleden dat charismatisch politiek leider Pim Fortuyn werd vermoord op het Mediapark in Hilversum. Ik denk dat heel veel mensen het nog eens de dag van gisteren zich herinneren. Er ging een schok door Nederland heen. En wat was dat toch met Pim Fortuyn? Wat was dat toch dat zoveel mensen zich aangetrokken voelden tot hem, of ze het nu eens waren met hem of niet. Hij had een enorme transformerende energie. Het was voor vele mensen bijna een soort profeet die op aarde was. Ik praat vandaag met iemand die Pim Fortuyn persoonlijk ontmoet heeft en een bijzondere ervaring heeft met Pim Fortuyn. En dat is medium Jomanda. Dankjewel, Jomanda, dat je er bent. Heel fijn ja, dat je. Het is toch even leuk om dit even bij stil te staan. Maar ik heb hem dus ontmoet in het Mediapark. Ik was in een programma met Jensen. En toen was hij daar in de make-up. En toen zei hij, het is leuk hoor, Jomanda, zei hij. En toen ineens kwam er door mij heen van, heb jij bodyguards? Hij zegt, nou nee, hoezo? Ik zeg, dat weet ik niet. Ik zeg, je moet voorzichtig zijn. Je hebt bodyguards nodig. Toen zei hij, nou zegt hij, als ze me iets doen, dan hoop ik dat ik gelijk in één keer weg ben. En niet zoals die man in Duitsland in een rolstoel terechtkomt. En Jensen hoorde dat ook. Ik zei, ja, het komt zo mijn mond uit, want toen ging Pim weg. Toen zei ik ook sterkte. En 6 weken later of zoiets, toen belde Jensen mij en die zegt van, heb je het gehoord? Ik zei, wat? Nou ja, vlakbij waar jij het gezegd hebt, is het gebeurd. Ik zei, wat zeg je? Ja, vreselijk. En toen ben ik later, tijden later, had ik een gevoel dat ik naar zijn graf toe moest in Italië. Ja. Dat heb ik gedaan. En ik kon iets hulp geven voor zijn ziel. En toen ging ik daar, ja, in het nabije dorp of zo, dat was dan een soort kerk. Daar liep ik even naar binnen om een kaarsje aan te steken. En toen begonnen de klokken te luiden. Toen komt er een vrouw aanlopen. Wat is hier aan de hand? Die klokken gaan luiden. En niemand doet iets. Ik zei, dat weet ik niet. En toen liep ik naar buiten toe. En toen kreeg ik, het was een groet van Pim. Oh, wat mooi. En die klokken, ja, dat die ontroert je toch nog, ja. Ja, bijzonder. Ach, dat is hartstikke heftig, lieverd. Wat heftig. En ook dat je van tevoren al een waarschuwing door mocht krijgen van boven. Pas op dat hij eigenlijk bodyguards moest hebben. En dat dan een aantal weken na de ramp dat hij daadwerkelijk geliquideerd werd. Wat natuurlijk, wat je eigenlijk van tevoren profetisch had gezien. Maar ook die kerkklokken, hè, dat die vrouw ook zei van nou dat kan helemaal niet. Die vrouw kent natuurlijk door en door het ritme van de kerkklokken daar, wanneer ze wel of niet luiden. En dat ze ineens begonnen te luiden toen jij die kerk in kwam. Ja, dat is zo bijzonder. Dat is echt, ik krijg helemaal kippenvel. Echt een groet van Pim Fortuyn. Want waar ik ook nog aan moest denken, hè, jij hebt jaren geleden, heb jij Jezus eigenlijk van het kruis af moeten halen. In Valkenburg geloof ik, hè, dat je ineens doorkreeg van dat Jezus eigenlijk niet meer afgebeeld wil worden, bloedend en hangend aan een kruis. En dat is heel bizar, want ik heb zelf jaren geleden ook zo'n soortgelijke boodschap doorgekregen. Want ja, het is natuurlijk ook heel akelig als je herinnerd wordt bij mensen dat je stervende en bloedende aan een kruis hangt. En Jezus is natuurlijk een levende profeet die natuurlijk door iedereen eigenlijk als levend gezien moet worden, als sterk. Maar zo dacht ik eigenlijk ook, ik zag vandaag die beelden langskomen in de media weer van dat Pim daar op de grond lag, eenzaam in zijn plasbloed, verschrikkelijk, zo'n statige, charismatische man. Dat ik ook dacht van ja, ik kreeg ineens het gevoel, net alsof Pim tegen me zei van ja, dat hij helemaal niet wil dat mensen hem zo herinneren dat hij daar ligt, maar dat hij juist wil dat mensen naar de beelden kijken waarop hij sterk op het podium staat, zijn transformerende energie heeft en
toen Peter de Vries natuurlijk afgelopen jaar neergeschoten werd, dat was natuurlijk verschrikkelijk. Maar toen kwam er meteen een verbod van de beelden mogen niet verspreid worden en was er, dook iedereen daarvoor en iedereen begreep het. Maar met Pim was het echt zo dat het op alle voorpagina's van de krant stond en dat vond ik eigenlijk wel heel verdrietig. Dus ik heb allemaal het gevoel dat hij niet wil dat mensen eigenlijk naar die beelden kijken, maar eigenlijk kijken naar de blije Pim, de vrolijke Pim die voor transformatie staan. Ik weet niet of dat jouw gevoel ook is daarbij. Jawel. En dat is met Jezus ook, dat het de liefde is, hè, die je moet zien. Het hart met de liefde en niet dus het haar aan het kruis, dat klopt. Als je zelf bijvoorbeeld bepaalde dingen hebt meegemaakt en je bent bebloed of weet ik wat, zoals dat dan met Pim in die plas bloed, die hang je ook niet aan de muur. Vind ik ook, ja, precies. Ja, nou, dat... Gewoon een foto van jezelf dan neerhangen van dat je er goed uitziet. Ik bedoel, zo is dat, is toch normaal? Ja, precies. Dat vind ik dus ook. Ik hoop dat mensen die luisteren daar iets mee doen. En heb jij een idee of het goed gaat met Pim nu, of die goed over is? Ja, zeker, als in het licht. Ja, ja. Ja, jawel, ja. Hè. Ja, dat idee heb ik ook altijd, dat het toch, dat hij toch heel, heel goed over is. Hoor. En zoveel mensen die hem in zijn hart dragen nog, en na zoveel jaren, dat je ik merkt... Ik krijg nou even kippenvel, ik denk dat ik een groet krijg. Ah, ik krijg ook helemaal kippenvel nou. Ja, ik krijg helemaal kippenvel. Ja, ik krijg koud ook ineens. Ja, ik ook. Ah, mooi, dankjewel Pim. Ja, dankje. Pim, we blijven aan je denken, dus voor altijd. En jouw energie en de voelbaarheid die je hier op aarde had naar de mensen. Het ging erom dat mensen je voelden. En of ze het nu wel of niet eens waren met je mening. Mensen voelden je en vielen als een blok voor je. En dat komt omdat er een lichtstraal van God op deze man rustte. En ik hoop hem echt... Ik vind het prachtig dat je hem persoonlijk hebt mogen ontmoeten. Dat is mij niet gebeurd tijdens zijn aardse bestaan. Maar ik ben ontzettend blij dat het goed is met hem. En ik hoop dat we na de dood hem weer terug mogen zien. Dat weet ik wel zeker. Maar dat we dan nog eens over kunnen praten. Van goh, wat was je dapper dat je dat aan bent gegaan. En dat is, vind ik bij jou ook, lieverd. Dat je zo... Ja, jij ging altijd de berg op en... Je kwam voor je mening uit en je hebt heel veel getransformeerd in Nederland. En ja, Pim die zei wat heel veel mensen niet durfden te zeggen. En ja, dat heeft hem zijn leven gekost. En je hebt hem daar nog voor proberen te waarschuwen. Maar dat is helaas toen toch gebeurd. Maar heel bijzonder. Ik weet dat nog, hè, Jomanda, dat toen echt ook in de kranten stond, dat je dat ook had gezien. Dat dat ook van tevoren, dat je hem ook had gewaarschuwd. En ja, ik vond het zo erg toen het gebeurde. Ik weet nog precies waar ik was. En toen ik dat op mijn slaapkamer op mijn televisietje zag, ik kon het gewoon niet geloven. Ik was er al zo bang voor dat het zou gebeuren, maar toen ik het zag, dacht ik van nou, wat bespottelijk. Dat zo'n bijzondere, gevoelige man, daar zo licht, weet je, die er altijd zo mooi uitzag, zo netjes, flamboyant, en dan dat overkwam. Ik vind het heel, heel, heel erg, maar ik ben blij dat, ik voel hem ook heel sterk. Ik voel heel, heel veel liefde, voel ik, ja. Hele frisse, schone energie. Ja, echt bijzonder. Zijn er nog dingen die je zou willen delen daarover? Of dingen... Ik denk wat jij al zei is denk ik voldoende. Het is wel zo dat, ieder mens heeft een eigen mening en een eigen waarheid. En jij hebt het ook al gezegd, het was gewoon een man die dapper was. En of je het nou mee eens was of niet, dat heeft in feite... Ja, hoe moet ik het nou zeggen? Dat heeft in feite niet datgene in zich zoals je moet zien. Klopt, ja. Ja, ik snap het helemaal, ja. Ook wat ik ook... ik vond het ook een hele, hele sympathieke man. Toen ja. Met hem even heb gesproken. Of even met hem heb gesproken. Ik kom zelfs niet uit. Ja, ja.
heel bijzonder. Ja, ik ben blij dat je hem in levende lijf hebt ontmoet nog. En ik heb hem wel in de geest ontmoet, naderhand een paar keer gevoeld en meegemaakt en communicatie gehad. Maar ik heb niet de eer gehad om hem persoonlijk te ontmoeten op aarde. En ik ben heel blij dat je hem hebt mogen ontmoeten. En heel lief wat je allemaal over hem zegt, want ja, hij wordt enorm gemist. Maar hij is gelukkig vanuit de sferen nog heel actief. En ik denk dat, dat het mensen ook wakker moet schudden laat iedereen zijn mening hebben. En laat iedereen gewoon zijn eigen true color laten zien. Zijn eigen exclusiviteit. En ja, gij zult niet doden staat ook in de 10 geboden. Maar dat is ook iets wat we moeten onthouden. Je mag iemand nooit doden vanwege zijn mening. En laten we alsjeblieft in liefde naar elkaar blijven. Respect. En dat Nederland, Nederland heeft zijn onschuld een beetje verloren daarna. Hè? Nadat dat met Pim is gebeurd. Ja, daarna is Theo van Gogh vermoord en Peter de Vries. Ja, dat mag gewoon niet een trend worden. Dat kan niet. Dus ik hoop dat mensen er een lering uit kunnen trekken. En dat de liefde en de transformerende en de positieve energie van Pim, dat we die allemaal tot ons kunnen nemen en daarmee heel veel transformerend werk kunnen doen in de maatschappij. En dat Pim mag daarvoor, vind ik, wel echt als een focusmodel genomen worden. Want hij was altijd krachtig, positief en ging er vol in. En dat heb jij ook altijd gedaan, Joke. Dus dat doe je nog steeds. Dus ik vind het heel mooi wat je over Pim vertelt. En mocht u zelf ook stil hebben gestaan vandaag bij het overlijden van Pim, inmiddels al 20 jaar geleden. Ik denk dat heel veel mensen het idee hebben van dat het veel korter geleden is, want we herinneren het ons nog als de dag van gisteren. Mocht u stilgestaan hebben bij zijn overlijden, mocht u ook een bijzonder gevoel bij hem hebben, of misschien ook een bijzondere ervaring hebben gehad met Pim, of ook wel eens iets gevoeld te hebben van hem, laat het ons dan weten. En natuurlijk wordt het op prijs gesteld als u bijvoorbeeld een liefdevolle reactie voor Pim schrijft ter nagedachtenis onder de YouTube-clip of op Facebook. Maar u kunt ook natuurlijk gewoon in stilte thuis een kaartje branden en aan hem denken. En dat geldt ook voor mensen zoals Kennedy en Martin Luther King en andere kopstukken die geprobeerd hebben dingen te veranderen en positieve dingen los te maken in mensen. Jomanda, ontzettend bedankt dat je er was. Ik vond het weer een eer. Ik vond het heel eervol om bij Pim stil te staan. Dat is toch, hij blijft mensen raken. Ook al is hij al 20 jaar overleden, het blijft toch de mensen bezighouden. En dat is energie. Dat is iets wat je niet kunt verklaren. Maar wat deze man wel losmaakt. Dus het is toch een hele bijzondere ziel. Ja. Dankjewel, Jomanda. En ik zie jou en hoor jou heel graag weer terug in een volgende YouTube-clip. Ik hoop, dat is al heel snel, hè? Ja. Dat is al heel snel. Ja, aanstaande zaterdag ben je er al. Dus ik ben heel, heel benieuwd wat er allemaal weer gaat gebeuren. En we keep in touch. En mensen thuis, heel erg bedankt voor het luisteren. En ook namens Jomanda natuurlijk. Ja.